Het zonnetje schijnt, we gaan van nou naar Bloemendaal. Ja, ik zit even bij de kapper, jongens, want dit op mijn hoofd is echt een beetje een, ding. Kijk dan, die koek. Jezus. En die Fred heeft me weer gefixt, dus ik kan weer... Le maquillage en de haren zijn weer... Voor de boeg, door jou. Dus hey, ik kan er niks aan doen. Hou eens even je bek, joh. Het is altijd weer de schuld van de ander, hè? Het is altijd weer een ander schuld. Altijd weer de schuld van altijd. De ander! Altijd! Yes. 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 Wat is dit? Een schildpap. Een hele goede morgen. Het is inmiddels zondag. Welkom bij weer een nieuwe video van mij. Ik ben in huize Pontecorvo Reiger. En een van de betere dingen om daar wakker te worden is serieus... Ik kom uit mijn bed en ik word gewoon wakker gemaakt door heerlijke geuren. En ik weet niet wat je allemaal aan het doen bent, maar ik ruik uitjes en ik ruik allemaal dingen. Rij mijn benen maken. De batterij, ik kijk altijd wat er eigenlijk in het bak is. Er ligt knapwoordjes, er ligt ei, er ligt bacon. Het gaat allemaal van creëren. Mensen, kinderen. Nou ja, goed. In ieder geval, het wordt vandaag een geweldige dag. Het zonnetje schijnt. We gaan vanavond naar Bloemendaal. Loeken gaat gewoon, volgens mij, voor het eerst draaien, of niet? Ja. Hij is de eerste gig vanavond. Dus het wordt echt een hele toffe dag en ik neem jullie gewoon lekker de hele dag mee. Dus van dit naar zometeen een fix up later. I love you tomorrow. Hello, yeah. Hey! Ja, ik zit even bij de kapper, jongens, want dit op mijn hoofd is echt een beetje een ding. Wat? Dus, komt de snijder. Moet je klippen? Zo grappig. Moet je klippen? Dus ik ben eventjes bij deze meest fantastische kapper hier. Even de contouretjes bijwerken. Oké, het is vanavond Lucas de eerste keer dat hij gaat optreden als DJ. Dus hij heeft nu nog even een paar uurtjes om te oefenen. Dus hij staat hier druk in de woonkamer te oefenen op zijn skills. Maar het gaat eigenlijk supergoed. Ik heb weinig op- of aanmerking nog. Dus ik ben heel erg benieuwd. Oké, ik ga hem maar eens even fixen. Ik ben net gedoucht, maar dit hoeft zeg maar echt niet. Mijn vrouw ligt ook hard te werken trouwens. Hallo. Oké, ik heb mijn pet weer op mijn kop. Dan kan ik zometeen mijn haar tenminste weer normaal doen. Laura zit hier achter de nageltjes keurig te lakken. We hebben zo'n shellac in huis. We hebben een lamp. We hebben de dingetjes. Alleen de lampjes zijn nu kwijt in huis. Pretty boy. Trouwens, wat ga ik aandoen? Ik heb niet eens over nagedacht. Nee, ik ook niet. Zijn haar is weer gefeund, alles. Oh God, kijk dan, die koep. Verteld. Jezus. Even een vlogception. Woe. Koepje hoor. En we zijn ready. Haar make-up gefixt. Maar vooral van deze hoestende, blaffende zeehond hier. Oh. Dag zeehondje van me. Wat komt? Nou? Van haarlak. Haarlak? Ik heb een beetje hoesten. Oh ja? Ja. Maar ik heb boven haarlak gespreid. Of heb je het zelf gedaan? Nee, ik heb het zelf gedaan. In mijn eigen opperlaagje. Nou, kom eens even hier. Dan kan men het eventjes zien. Dat komt door... Oeh! Mijn lieve Fred. Mijn lieve Fred heeft me weer gefixt, dus ik kan weer... Le maquillage en de haren zijn weer... Voor de boeg, door jou. Ja, toch? Ja. Dus we gaan dus even lekker hossen in Bloemendaal. Ik ben benieuwd wat Luca inderdaad gaat doen. Ja. Oké, haast. Haast. Dit is wel heel schattig, want meneer heeft het weer in de gaten. Die staat voor dat we weggaan. En dan gaat hij echt voor de deur zitten van... Ik ga mee, of jullie gaan nergens. Maar dit heeft echt geen enkele zin. Al 9 jaar lang. Dat is gewoon weer af en wat anders. Nou, we zitten weer gezellig met z'n tweetjes in de auto. Ja, we gaan gewoon weer even met onze billen trainen. Je weet wel. Dus we gaan we daar gewoon lekker dansen, hè? We gaan gewoon even lekker schudden met die billen. Nou, dat ga jij vooral doen. Schat, jij twerkt hem dood. Altijd. Dan zit je nou weer voor te onzin. Doen. Jongens, leer mij Fredje kennen. Wanneer we staan te hossen in de club. Ik kan niet eens twerken. Staat je te twerken, jongen, als een monster. Gewoon kada, kada, kada. Kada, kada, ja? Ja, nou ja. Goed, we zijn weer lekker in de auto met z'n tweetjes. Het is een lange lijn. Lang lijn, hey. Mag zijn. Ik heb een bende daar op de achtergrond. Ze zijn allemaal kapot om de doos. Als ik nou gewoon de telefoon zo hou, zie er niks van. Nee, maakt niet uit. Dat haar! Wat Fred, dat haar! Ja, I know.
I know. We kunnen het inmiddels. Tezamen. Online, weet je dat ik eigenlijk laatst weer met iemand heb zitten praten en dat ik gewoon de achterweg kwam, ik moet eigenlijk zo praten. Ja, door mij word je altijd. Maar door jou word ik altijd tegen, dan ga ik zo praten. Waarom doe ik dat echt? Ik ben eigenlijk een slechte invloed op je. Zo niet aantrekkelijk, dat is even serieus. Ik ben geen goede invloed op jou. Nee, misschien wel niet. Want door mij ben je gewoon schor en heb je... Ik heb gewoon last van mijn stem altijd. Ik gedraag me overdreven. Nee, dan is het aan jou om dat onder controle te houden. Dus ik kan er niks aan doen. Hou eens even je bek, joh. Het is altijd weer de schuld van de ander. Het is altijd weer een ander schuld. Altijd weer de schuld van de ander. Altijd. Hoe durf je? Oké, nou jongens, we zijn er bijna. We gaan Lola even ophalen. Dat was onze eerste ruzie ooit. Nou, vond je dat heel heftig? Ik vond het heel heftig. Hij kwam echt uit meteen. We gaan Lola even ophalen en dan, want we zijn nu in Haarlem om precies te zijn. En dan gaan we door naar Bloem. En dan gaan we door, want over 20 minuten moet Luca draaien. Yes. En het zal weer eens te goed gaan. Alles loopt werkelijk in de soep. Lau. Dus we zijn 3 minuten verwijderd van Bloomingdale. En er is een of ander ongeluk gebeurd. We mogen er niet langs. We moeten helemaal terug naar Zandvoort. Helemaal eromheen. Weet ik veel hoe we moeten rijden, maar en Luca draait maar een half uur. En we gaan missen. Een half uur omrijden om er te komen. Ja. Door een ongeluk. Tering. Mensen die weer niet voorzichtig kunnen zijn. Niet opletten. Op de weg. Dus we gaan hem missen. Dus waarschijnlijk gaan we niet eens kunnen vloggen dit. Dat we Luca zien draaien achter die boot. Jongens, het seizoen is geopend. Het is hier druk. Iedereen is busy op de parkeerplaats. Het is eigenlijk een soort van 7 uur, maar iedereen is hip and going. Dus we zijn nog een soort van te laat ook. Het is 5:07. Fuck this. Dus we kunnen nog 5 minuutjes Luca horen. Oké, let's go. Is dit Luca die je nu hoort? Ik denk het. Luca? Jongens. The scene. Nieuwe banken, nieuwe tafels, alles is nieuw. Just a little more. Hey Waji. Hey Waji. Hoe vond je dit? Schattig man. Schattig? Is dat serieus jouw boy? Voor deze avond? Lau. Hey. Hoe vond je het? Het was chill. Was het chill? Dit was chill. Wat hallo, een hallo, avond jongens. Hallo. Luca, DJ Luca Light zit tussen ons in. Hij heeft het goed gedaan. Er gingen wel een paar dingen fout, maar ja, wij hebben het niet meegekregen helaas. Ik ook niet, dus ik heb ook niet meegekregen dat het fout ging. Oh, je bent lastig. We zitten nog even stil. Op een bankje, iedereen is druk aan het afsluiten. Nou. No. Alfredo, bedankt heel erg voor het eten. Abonneer op Alfredo's kanaal. En tot de volgende vlog.
ik was nog niet aan het afsluiten, maar dat je het alvast even weet. Ja, gewoon, ze doen het al van tevoren, is nieuw. Weet je wat, weer is nieuws in de vlog weer op te brengen. We gaan zo eerst even eten. Dus ik zie jullie zo in het lekkere eten, dinges. We gaan lekker eten! Nou, inmiddels zitten we hier met een hele kliek. Super varkens en we hebben het echt heel gezellig, maar vooral super veel honger. Dus ik wacht eigenlijk op mijn calendar, hè? Dat het komt en dan kunnen we eindelijk eten. Wat is dit? Een speelpap. Nou, mijn pizza calzone lijkt volgens iedereen hier op een speelpap. Ja, veel maar. Ik ga eens even beginnen met eten. Nou, jongens, wij gaan de vlog even afsluiten. Ga je gang. Home, sweet home. Zoals jullie zien, kom ik de douche uit. Ik heb net gewandeld. Ik heb al gedoucht, mijn make-up eraf gehaald. Dat geluid wat je hoort is Rox. Is Rox. Die aan het drinken is. Nee, ik heb echt een topavond gehad. Het was super gezellig. Het strand. Oh, is bij deze geopend. Yes. Bloemendaal was leuk. Jammer dat we Luke dus niet een vol half uur hebben horen draaien. Maar wel toch 5 minuutjes. Ja, we zijn super trots op hem. Ja. Natuurlijk moet hij nog veel leren en maakt hij foutjes. Maar er, ja, voor de leeuwen gegooid worden is alleen maar goed juist. Ja, klopt. Kan hij alleen maar van groeien. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om met ons mee te feesten vandaag. Jullie ook. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. We zijn trouwens allebei aan het vloggen. Vlogception. Voor het geval dat je denkt, wat doen die twee raar? Doe een duim omhoog, vond je het leuk? Vergeet je niet te abonneren. Vergeet niet te abonneren. Ryan die zegt, wel rust iedereen, die komt de douche uit. Ik zou het leuk vinden als je abonneert. Jij yes, ook? Absoluut. We zouden dat heel erg leuk vinden, ook op zijn kanaal. En dan zien jullie in de volgende video. Hartstikke graag weer terug. Tot snel. Doei.